kampeerders. Zijn er kampeerders? Ja. Andere kampeerders? En de naam? Wij zijn Louterbach. Louterbach. Ja. Louterbach. Frits. Frits. Ja, doet hij het. Doet hij het? Hey. Punt 5 en 7, daar zit niks. Maar punt... Je hebt stap 3 al. 3, punt 3. Punt 3 is heel belangrijk. Wacht eens even. Hij wil er nieuw. Dat is goedkoop. Hoeveel heb je er geholpen? Niet één. Niet één? Ze helpen zichzelf. Oké. Okay. Ja. En hoeveel heb je er onderweg gezien langs de kant? Drie. Drie, hè? Ja. Ik zag er twee gaan. Ik ben er bij één niet gestopt, dus die zal wel grote pannen hebben. Dus met die met dat Dubener ei caravan ding erachter. Oh, die heb je? Dat je op zijn hoogst? Hè? Nou, vooruit. En ik moet hem toch echt zo omdraaien. Niet waar? Zo is los. Hoofddrukleiding. Hey, succes hè. Op de regelaar. Ja, dat zit daarin. Het gaat niet. Ik denk niet dat je erbij komt en hij zit hartstikke vast. Okay. Nog 1 minuut. Thank you.
Ja, we zijn nu in Antony, omdat we graag een keer naar het graf wilden van Flaminio Bertoni. Omdat hij heel erg miskend is, vinden wij. En dat zie je ook, dat hier in Antony weet niemand van het bestaan van Bertoni. En zijn betekenis voor de automobielindustrie en zijn betekenis als kunstenaar, want hij is ook een hele grote kunstenaar. Vandaar onze bedevaartreis. Ja, want wat heeft hij nou precies ontworpen? Traction, de TCV, de DS19 en de NAMI. Hij is net na de oorlog in Parijs gewoond. Hij is tijdens de oorlog een tijdje verbannen geweest. Hoe zat het weer? Hij was Italiaan, dus hij mocht hier niet wonen in Frankrijk. Hij is na de oorlog in Parijs gewoond en heeft hij tot zijn dood in 64 gewoond. Dus vlak voor de derde neus. Nou, dat is een mooie discussie die je daarover kan hebben. Ik heb er zelf eens over geschreven, want de vraag is natuurlijk, wat zou hij hebben gevonden van de derde neus? En mijn stelling is dat hij hem zelfs getekend heeft. Dat het geheel in lijn is met de dingen die hij al in de ontwerpschetsfase had gemaakt. Dus volgens mij is ook de derde neus van hem. Wat zijn de andere meningen? Nou, de meeste mensen zeggen natuurlijk dat Robert Aupon het gedaan heeft. En ik heb Robert Aupon er een keer naar gevraagd. En die zegt van, de grote lijnen zijn inderdaad wel door Bertoni getekend, maar wij hebben het uiteindelijk afgemaakt. Dus dat is een heel diplomatiek antwoord. En er is nog iets van een vaag verhaal over een Amerikaan. Ja, Leuwe. Daar geloof ik zelf helemaal niks van. Die heeft een keer tekeningen gemaakt van een brek met een neus als die van de derde neus, zeg maar. Met lamp achter glas dus. Dus dat zou dan de verklaring kunnen zijn waarom Leuwe de ontwerper is van de derde neus. Maar dat vind ik erg ver gezocht. Thank you.
Expositie. En we gaan hem zo direct een flesje wijn aanbieden. Een simpele geste. Het is een flesje Nederlandse wijn. En we zullen hem daarmee uitleggen. We zullen hem daarmee uitleggen waarom Nederlanders zo graag in Frankrijk zijn. Een petit cadeau. Et c'est écrit ici, dîner, vendredi, 21 mai 2004, Chateaubriand, was getekend, signé par Bertoni. Et de l'autre côté, c'est écrit, domaine des Staaien. Et ça, c'est un vin hollandais. Et c'est facile à dire que c'est le meilleur vin hollandais qui existe, parce que c'est rare. Ça explique un peu pourquoi les Hollandais aiment venir en France.